De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft gisteren een persconferentie belegd in het dorp Powaka. De organisatie heeft op 31 januari en 1 februari een mini-conferentie gehouden, ook de Powaka, om over brandende issues te praten, zegt Theo Jubitana, voorzitter van de FITS. De rode draad van het mini-congres en de persconferentie is volgens Jubitana dat wettelijk erkenning van de collectieve rechten van inheemse volkeren, inclusief de grondenrechten kwestie en het traditioneel gezag, gerespecteerd dienen te worden. Dat we de nodige nationale en internationale juridische stappen en zichtbare acties zullen ondernemen voor het afdwingen van deze uitvoering. Dat we geen halfslachtige, voorlopige, zogenaamde beschermingsmaatregelen willen, maar fundamentele grondwettelijke erkenning en rechtsbescherming. 4. Dat we de juiste en tijdige uitvoering van het stappenplan naar letter en geest kritisch en nauwlettend zullen blijven volgen en begeleiden. In overweging nemende 1. Dat de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname het authentieke orgaan en de enige nationale vertegenwoordiger is van het traditioneel gezag van alle inheemse volken van Suriname als uiting van ons zelfbeschikkingsrecht. 2. Dat de FITS geen vereniging volgens westerse model is, maar een collectief van gezagdragers gebaseerd op traditie en cultuur. 3. Dat we verschillende pogingen hebben opgemerkt gericht op ondermijning van of verdeeldheid binnen ons traditioneel gezag. Jubitana zegt verder dat de inmenging van de staat binnen het traditioneel gezag de reden is geweest dat de FITS niet aanwezig was tijdens de installatie van het nieuw gekozen dorpsbestuur van Bigipoika. De FITS heeft vanwege deze inmenging een resolutie uitgegeven en besproken tijdens de persconferentie. Zaken besproken, onder andere de wijze van verkiezing van een nieuw dorpsbestuur te Bigipoika. Bij deze bestuurswisseling was er sprake van actieve en openlijke inmenging door het ministerie van regionale ontwikkeling, middels het directoraat duurzame ontwikkeling in Heemsen. Dit in tegenspraak met duidelijke herhaalde afspraken tussen FITS en het ministerie van regionale ontwikkeling, dat de overheid zich niet inlaat in ons traditioneel bestuurssysteem. Omdat deze verkiezing buiten ons om is geschied. Uh-huh. En de vergadering vond dat als wij daar vertegenwoordigd zijn, dat een signaal kan zijn naar hun toe dat wij dat goedkeuren. En dat is niet zo, dus we zijn maar weggebleven. Wij zijn niet tegen de gemeenschap, hè? Klopt. En misschien is de gemeenschap niet volledig geïnformeerd. Wij gaan niet het besluit van de gemeenschap, dat willen wij nooit terugdraaien. Maar het mag niet meer gebeuren. Er zijn afspraken met de overheid en we dienen ons daaraan te houden. Theo Jubitana, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. Onze nieuwsdienst heeft een telefonisch gesprek met hem gehad, naar aanleiding van de persconferentie die de FITS gisteren heeft gehouden te Powaka.